was altijd eigenlijk al wel ernstig, want ongeveer 80% van de Russische bevolking is zeer homofoob. Ik denk dat homoseksualiteit een ziekte is, dat besmettelijk is, dat het genezen zou moeten worden. En ja, wil gewoon in het algemeen graag dat het niet bestaat. En ik denk dat die twee werelden elkaar niet uitsluiten, want uiteindelijk zijn de religieuze motieven en wetenschappelijke motieven voor een deel hetzelfde. Dat is namelijk vragen vinden op antwoorden. En bij de ene kun je vragen wel beantwoorden, maar tot een bepaalde hoogte en hou je het daarbij. En bij anderen ga je juist concentreren op de dingen die je niet per se weet, maar wel gelooft of voelt.